Ajax wint door het tijdrekken van FC Groningen. PSV wint door matig keeperswerk. En Feyenoord revancheert zichzelf. Verder zitten er scheidsrechters in het publiek en wint Corneel van 11 Willem II'ers. Kortom, een volle bak dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik hoop dat toekomst koeken. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. Doe je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het gale tyfusvoetbal. Hallo luisteraars, Titus hier. Vorige week zaten we aan dezezelfde tafel met Mr. Ajax, maar vandaag schuift gelukkig het geweten van FC Utrecht aan. Corneel Evers voor de tweede keer bij de derde helft. Welkom terug. Hoe staan de zaken ervoor? Nou, het gaat hartstikke goed, want ik ben vanmiddag natuurlijk vanuit Utrecht Willem II hier naartoe gekomen. Dus dat was wel met een glimlach in de auto, ja. Precies, met een glimlach en een drijfnat pakkie. Ja, nee, het viel mee. Ik had wel een regenjas aan, maar ik zit precies zo rij 3 en het kwam tot rij 2 die regen waar ik zat. De wind stond precies goed. Maar toen ik naar mijn auto moest lopen na de tijd, was ik wel de sjaak om toch maar bij vorige week terug te komen. Oké. Even voor de onwetende luisteraars. Jij bent bekend als acteur, theatermaker, podcastmaker. Wat heb je gedaan? Feuten, slimste mens, vierde in 2018. Ja. Jezus. Maar volgens IMDb, daar zat Tim net op te gluren, volgens de bekende filmsite IMDb, ja, ben jij bekend van Overspel? Ja, daar zat ik ook in, ja. Het is sowieso een hele rare zin dat jij bekend bent van Overspel. Ja, en ik was daar ook nog de uitsmijter bij Cupido, wat eigenlijk Jab Jum was in die serie. Dus dan klopt het wel weer een beetje. Ja. Ja. Ja, ook daar kan je trots op zijn. En in welke categorie BN'ers val je? Vind je jezelf echt een A-categorie? Ben je een C-N'er? Ben je een beetje het C-garnituur van de Nederlandse bekende... Nee, ik weet je, je hebt... Je hebt gewoon allemaal gasten die je nooit onthoudt. En daar ben ik de enige. Maar je bent wel in ieder geval bekend bij elke FC Utrecht fan. Maar volgens mij ook bij iedereen die wat te maken heeft met club FC Utrecht. Daar doe je het heel goed. Daar denk ik wel. Ik kan inderdaad in de Galgenwaard. Denk ik dat mensen gewoon mee. En als ik 200 meter uit de Galgenwaard loop. Dan kent niemand me meer. Maar nu nog wel veel bezig. Meer en meer met televisie. Theater heb ik na 10 jaar brokstukken, dat was comedy wat we deden, ben ik daar toen uitgestapt. Toen heb ik nog even een uitstapje gemaakt met FC de Rebellen, oud-voetballers. En daarna vooral, ook tijdens al, maar daarna vooral film en tv, ja. Oké. Okay. Ja. En want even kijken, je hebt een normale, vorige keer dat je hier een uitzending had, toen zat ik er overigens niet. Toen had je over het verschil tussen supporter en fan. Ja. Jij bent een daadwerkelijke... supporter? Nou, ik hoop dat iedereen die iets voor een club vindt een supporter is. Ja, ik vind fan zijn van een voetbalclub vind ik heel makkelijk. Maar jij bent wel een extreme supporter, toch? Ga je nog steeds naar alle trainingen en elk uitpotje? Ik ben 1 keer in de week minimaal op training, vaak 2 keer. En uitwedstrijden, zoveel mogelijk. Ik heb dit seizoen alleen die in Bosnië gemist, maar alles in Nederland heb ik meegemaakt. Dus je bent eigenlijk gewoon fan? Teletech supporter. Ja. Hey, Gijs, leuk dat je bent. Hi. Afgelopen week ontzettend veel over de VAR gegaan. Absoluut. Oh. daar vindt Corneel volgens mij ook wat van. Dat is wel een leuk onderwerp, ja. Moet ik joh echt heel snel terugkeren? Ja, als de brandweer. Of terugkeren, plaatsnemen? Als de brandweer, ja. We gaan een petitie starten. Het loopt wat vertraging op, Corneel. Jij bent geen fan van de VAR en dat is prima, maar... Ja, zeg maar. Nou ja... Het gaat niet weg. Dus wat wij willen doen is het verbeteren door oud-topscheidsrechters, waaronder onze vriend van de show, Dick Jol, in zo'n karretje krijgen. Die dan de scheidsrechters wel terecht gaat wijzen op een goede manier. In plaats van jonge mannen die net droog achter de oren zijn, die Bas Nijhuis niet durft toe te spreken. Dus wij gaan zorgen dat Dick en Mario van den Ende en wie nog meer, Roelof Luijngen, alle met z'n drie in zo'n karretje komen te zitten. En dan lijkt ons zeer leuk. En bevorderlijk. Maar dat betekent dat de VAR blijft bestaan. Ja, maar daar komen we niet vanaf. Ga ik niet tekenen. Okay. Ja, we komen er wel vanaf. Okay. Het gaat helemaal fout lopen. Hey, maar dan alsnog willen we ons zonder VAR ook alsnog die 3 man in de busje hebben. Oké, okay, ja, gewoon voor 1 keer. Ja, daar ben je wel voor. Nee, gewoon voor altijd. Gewoon bij de laatste VAR-wedstrijd, dat zij nog 1 keer dat daar mag ook, zitten. Ja. Dat mag. Oké. Okay. Okay, ik denk dat we nog meer dan genoeg terug gaan komen op de VAR. En ook misschien wel op jouw haat tegen... Ik heb een petitie lopen tegen de VAR. Dat is echt waar. Ja? Vorig jaar meteen al gestart. Oh, serieus? Ja. Dan gaan wij niet tekenen. Nee, nou ja. Hoeveel handtekeningen heb je? Een paar duizend. Echt waar? Ja. Dan moeten wij nog maar aan zien te komen. Jij hebt ook ontzettend veel activiteit op jouw Twitter-account. 6000 volgers. Corneel is niet vies van wat controverse de wereld in slingeren.
Nou. Ja, wat? Soms zoek jij wel echt even de confrontatie. Nee, weet je wat het is? Ik vind echt veel mensen, vind ik wat dat betreft, mietjes. Als je een wedstrijd, als je voetbalsport bent hè, voor een club, dan moet je ook een beetje kunnen incasseren. De helft van de lol is toch... Ik ben helemaal niet van fysieke geweld. Hè. Daar ben ik echt op tegen. Maar ik vind wel na een wedstrijd, ook als iemand anders een wedstrijd heeft gespeeld, dan moet je een beetje kunnen incasseren dat je toch... Ja, denk ik haal de plezier uit om daar iets over te zeggen. En dan weet ik al dat het daarna zo, hoppakee, al die replies en de mensen boos huilen. En daarvoor is Twitter een mooi medium. Dat is heerlijk. Want wij hebben het ook inmiddels een beetje ontdekt. Tim heeft heel lang aan een doodpaard getrokken. Volgens mij begint het paard enigszins te leven. Hoe staat het ervoor? TN23 is mijn persoonlijk account. Dat is het dode paard. En de derde helft zijn deze week hebben we de magische grens van 1000 volgers gepasseerd. Nou, niet dus, gek. Maar wij proberen wel dat door iets aardiger te zijn. Een beetje positief of niet. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar hartstikke leuk. Ja, ik ben er blij mee. Maar nog 6 keer zo weinig als Corneel. Dus we hebben nog even te gaan. Oké, okay. Jongens, laten wij naar de wedstrijd. Gaan misschien nog tot slot. Hoe waren de pepernoten? Bij mij komen ze echt... Nou, we hadden een zakje met witte chocoladepepernoten met alleen maar wit. Dat is wel echt legendarisch, hoor. Die zijn lekker, ja. Zo. Ja, vooral omdat normaal heb je dan die puur en die melk erbij zitten. Waarvan je denkt van, waarom? Weet je, die melk die kan je dan wel van die pure, die wil niemand. Nee. En nu heb je gewoon alleen die witte. Dat was top. Ja, dat was voor mij iets te veel. Ik ontplof hier bijna. Laten wij naar de wedstrijd gaan. En wij beginnen bij Ajax. Dat speelde tegen FC Groningen. Werd 2-0. Gijs, het moment van de wedstrijd. Daar gaan we maar meteen naartoe. De tweede gele kaart voor Warmerdam was terecht. Het is, tijdrekken hadden we het hier over. Ja, nou ja, het tijdrekken over het algemeen was wel... heftig. Vanaf minuut 17 begon Sergio Pat, die op een gegeven moment ook zijn schoen maar uitdeed om een extra minuut te kunnen stelen met tijdrekken. Alleen vond ik die tweede gele kaart aan Warmerdam op dat moment wel overdreven. Want normaal kan je ook gewoon de inworp aan de tegenstander geven. Dus normaal zie je dan dat Ajax die inworp had gekregen in plaats van Groningen. En hij deed het niet eens zo'n krankzinnig lang over. Het enige wat Björn Kuipers zei is dat hij ook in de rust al naar spelers van FC Groningen is geweest om te zeggen, jongens, stop met dat tijdrekken, want ik ga er tegen optreden. Alleen dit was wel het optreden van de overtreffende trap, namelijk te heftig. Ik weet niet of het uiteindelijk Groningen ook een punt heeft gekost, maar het was wel zwaar. Maar er werd afgelopen week al gesproken over dat de traditionele top 3 clubs wel eens bevoordeeld worden door de scheidsrechters. Corneel, wat vind jij? Björn Kuipers, slaapt hij in een Ajax-pyjama? Nou, ik heb normaal gesproken niet eens zo heel veel tegen hem, behalve dat hij af en toe verschrikkelijk slecht fluit. Maar het is wel echt... Ik geloof echt, en daar gaan mensen me tegenspreken, ik geloof echt niet dat hij dit bij een Ajax-speler had gedaan. Ik geloof het gewoon echt niet. Maar... Ik ga je niet tegenspreken, want ik denk namelijk ook niet. Ik vind het een beetje makkelijk scoren van Kuipers. Er is ook een deel in mijn gedachten wat denkt van goed dat een scheidsrechter uiteindelijk durft om tijdrekken af te straffen, ook al levert het rood op. Ik hoorde Van Basten zeggen dat hij ervan overtuigd was dat Kuipers niet wist dat Warmerdam al geel had. Hij zei zelf van wel, hè? Ja, hij zei zelf van wel. Ja. Maar ik vraag het me ook af, hoor. Want ik weet niet of hij hem had gegeven... Ik had toevallig vandaag op de tribune nog een discussie. Daar moesten we op een gegeven moment kreeg een vrije trap mee bij FC Utrecht was dat. En die waar de tegenstand kreeg geel. En toen namen we snel die vrije trap, want we stonden er goed voor. En toen zei hij opnieuw, want ik moet nog... Schrijven. Ik moet nog zeggen. Nou, wat een bullshit is dat, zeg. Ja. Ten eerste denk ik namelijk dat ze het wel onthouden. Want je ziet heel vaak in wedstrijden dat iemand geen geel krijgt. Oh, ja. Omdat je weet, anders is het rood. En dan wordt het te zwaar. Maar ook, ik bedoel, je hebt een vierde man. Je hebt die gasten in Zeist die gewoon in je ding kunnen zeggen, hij heeft hem al, hij heeft al geel. Toch, als je hem eenmaal die tweede geel geeft. Nee, zeker. Dus ik denk echt dat scheidsrechters weten. Ik vind het ook wel mooi om te horen dat vorige week zat hier Sjaak Zwart. Die wist elk gesprek richting Ajax te duwen. En nu elk gesprek richting... Ik kom nu al naar FC Utrecht. Sowieso. Ja, we zitten bij de wedstrijd Ajax FC Groningen. FC Utrecht antivar. Oké, daar gaan we het vandaag over hebben. Hey, maar Tim, jij hebt wel eigenlijk al heel lang geleden, misschien wel in onze beginfase van de derde helft, echt gepleit dat we gewoon met een klok moeten werken die stop gaat als de bal uit. Is gewoon puur om dit gezeik een keer tegen te gaan. En we zien de laatste tijd ook heel veel tijdrekken. Ook met Ajax, ook in de Champions League. Onana wordt er vaak van beticht. Het is ook wel goed dat er nu even een
lijn wordt getrokken van jongens, rot eens op met dat gezeik dat je tegen Ajax speelt en de hele wedstrijd gaat tijdrekken. Of tegen welke club dan ook. Ja, dat is een lang betoog. Leuk verhaal. Het is interessant dat je het zegt, want ik heb net op Twitter gelezen dat vorige week was Ajax PSV volgens mij 9 minuten extra of een langere effectieve speeltijd dan de wedstrijd van Ajax dit weekend. Dus ja, ik ben nog steeds extreem voor effectieve speeltijd, maar ik weet niet wat die dino's van de UEFA en FIFA mafia aan het doen zijn, maar dat Van Basten heeft het ooit voorgesteld, toch? Ja, 35 minuten. Ja, en daar ben ik helemaal voor. Maar op de een of andere manier komt dat er niet in. En dan gaan ze wel experimenteren met gekke regels. Dat je iemand in je eigen 16 mag inspelen. Dat komt er dan wel doorheen. Het zijn zulke risicoloze regels die ze toevoegen. Het slaat allemaal nergens op. Ik heb wel eens wedstrijden gespeeld in een beloftecompetitie. Waarbij je zelf de vrije trap mocht nemen. Net als hockey. Zelf de ingooi mocht indribbelen. En de corner mocht indribbelen. En dat bevordert zo ongelooflijk het spel, de snelheid van het spel. Mm-hmm. Na 35 minuten moet je aan het zuurstof. Dus dat kan ook nog een alternatief zijn. Maar wat doe je dan? Treuzelen dus. Want je hebt telkens kan jij zelf net zo lang erover doen ook. Nee, maar binnen 5 seconden. Dat moet. Ja, dat maar moet. Wat doe je dan op het eind? Dan, dat gaat die klok dan aftellen. Net zoals bij hockey. Dat we 10, 9, 8, 7, 6. Nou, wellicht. Ja, dat denk zoals ik. De film op een gegeven moment gaat. Maar je mag nog in de zoomer mag je nog wel scoren dan, hè? Alleen in de zoomer. Ja. Nee. Maar mogen we even terug naar die wedstrijd? Ja, opstelling ja. Ajax. Alsjeblieft. Van de Beek, Martinez, Promes, Gijs. Ja, ik vond het... niet Gijs, maar... Nee, het was een... wie weet. Maar het was een beetje de makkelijkste opstelling tussen haakjes. Want Alvarez belandde op de bank. Dat is ook het makkelijkste slachtoffer. Omdat je Promes, Neres, Ziyech en Tadic, die moeten eigenlijk allemaal spelen. Die hebben allemaal dikke contracten. Zijn allemaal voor hoge bedragen aangekocht. En dan heb je nog een plek voor Donny van de Beek nodig. Dus die betekent dat die linie ging zakken. Het wordt interessanter wat er woensdag gaat gebeuren. Als ze volgens mij naar Valencia moeten. Dan gaat er één van die 5, om het zo maar even te zeggen, als je Van de Beek meerekent, wordt teleurgesteld. Dus die opstelling vond ik makkelijk. Maar omdat jij denkt dat Alvarez gaat spelen. Ja, ik denk dat hij met 2 slopers gaat spelen. Maar Groningen opstelling, 4-5-1 of 5-4-1. Ook makkelijk. Ik weet het nooit, wat zo'n ploeg... Weet je, dan kom je naar de arena en dan ga je ingraven en je verliest uiteindelijk toch, al dan niet door een tweede gele kaart. Nou ja, ze hebben zich lang staande weten. Nee, zeker. Maar terwijl de momenten dat ze wel gingen voetballen, dus wel El Mesoudi gingen gebruiken, wel Lundqvist aan de bal kregen, dan werden ze gewoon serieus gevaarlijk. Dat je denkt, jongens, waarom doe je niet vanaf het begin? Volgens mij heb je dan gewoon echt meer kans. Dat heeft Vitesse een keer gedaan in de arena. Utrecht een keer goed gedaan toen ze er wonnen. Toen speelden we wel met 5 verdedigers. Ja, maar wel meer... Niet heel erg ingegaan. Ja, zeker. Wel. Dus je wordt je even gecorrigeerd. Nee, maar het is gewoon. Dat is zonde. Dus ja, ik weet het niet. Uiteindelijk ja, wel verdiend. Precies. Tim, eens terecht gewonnen. Ja, mag ik wat zeggen over Ajax nog? Nou, we hebben het net ook al net over Ajax gehad, maar ga door. Ja, heel kort. Want ik vorige week ben ik boos geworden omdat Fortuna Sittard zoveel nationaliteit heeft. Ik heb best wel wat Ajax-ieders in mijn vriendenkring. En mensen hebben minder gevoel bij dit Ajax dan vorig jaar. Niet alleen omdat het vroeg in het seizoen is, maar ook omdat jongens als Matthijs en Frenkie weg zijn. En dat er nu Latijns-Amerikaanse jongens spelen met wie ze geen binding hebben. Die voor veel geld gehaald zijn en best wel kunnen voetballen. Maar als Ajax zo doorgaat... dan raakt het een beetje een gedeelte van de vaste supporters zeg maar kwijt. Is dat zo? Ze hebben toch ook nog genoeg jeugd wat langzaam weer doorstroomt? Nou, ik zie het nog niet echt hoor. Nee? Ik zie Dest is een goede jeugdspeler. Ze hebben nog wel een paar. Maar ik vind het wel, kijk, het is een beetje hinken op 2 gedachten. Want als Ajax verder wil groeien, dan kunnen ze dat niet met alleen maar eigen jeugd. Maar het gevoel wat de fans bij Ajax hebben, als ik die jongens mag geloven, dan wordt dat wel minder gaandeweg. En dat is natuurlijk wel iets wat jammer is. Oké, ik wil in ieder geval nu stoppen met over Ajax hebben. We hebben vorige week met Sjaak Zwart al meer dan genoeg gedaan. Laten wij naar PSV gaan. Die speelde uit bij PEC Zwolle. Werd uiteindelijk 0-4. Tim, kunnen we wel bij jou blijven. Hoe waren de kooiboys op het beton in Zwolle? PSV was best wel oké hoor. Best wel goed. Ja, het veld was echt verschrikkelijk. Zeg maar wat hier ligt, het was echt een soort glad beton. De Cowboys waren oké, waren dreigend. Ik geniet zo van die 4 voorin, sowieso bij PSV. Het is echt modern voetbal. 4 jongens die eigenlijk op alle 4 de plekken terecht kunnen. Je kan heel erg divers aanvallen. Maar die keeper van PEC Zwolle, die kan er echt beter mee stoppen. En ik heb daar een theorie over, Xavier Maus. Die kan er echt heel weinig van. Die is namelijk fiscalist bij Deloitte. Dus die is tax advisor daar. Deloitte, wat is dat voor een bureau ook alweer? Deloitte. Ja, nou ja, maakt het niet uit. Maar, we gaan het naartoe. Maar let op. Ik heb dus de volgende theorie. Ik denk dus dat hij... Fiscalisten kunnen niet keepen. Nee, ik denk dus dat hij eigenlijk fiscalist is en keeper erbij doet of zo.
Ik denk dus dat je beter kan focussen als je gewoon keeper bent. Hij doet dat erbij. En het zag er echt maar niet uit. Je vond hem gewoon dramatisch. Hij was verschrikkelijk. Vind je dat altijd of vond je dat alleen nu? Nee, want ik vond hem vorig jaar bij ons serieus best wel leuk. Maar, toen zat hij minder in de cijfertjes bij die Lloyd. Ik denk dat hij is nog echt, bij hij die is echt fiscalist. Hij is echt fiscalist. Nou ja. Ja, maar dat is toch apart. Dus hij heeft eigenlijk een soort van twee banen. Maar welke is hij part-time? Vandaag was hij part-time keeper. Ik denk dat hij part-time keeper is. En eigenlijk gewoon, ja. Fulltime fiscalist. Fulltime fiscalist. Maar het zag er echt niet uit. En het komt ook door het veld. Want dat die bal, alle schoten van die aanvallers van PSV... versnelde heel erg. Hè? Op een nat kunstgras, dat gaat zo snel. Echt heel snel. Hey Corneel, wat vind jij van dit PSV en die toch wel avontuurlijke aanvallers daar? Nou, ik moet me zeggen, het valt me heel erg mee. Want ik had het begin van het seizoen, en volgens mij hadden heel veel mensen dat. Dat je dacht, ja, wat gaat PSV dit jaar doen? Ik had niet echt een idee erbij. Ze waren ook heel lang nog naar het zoeken naar wie er al moest komen. Toen kwam er uiteindelijk inderdaad Doan kwam erbij. En daar was iedereen ook nog weer ontevreden over die ik uit Eindhoven sprak. Ja, en nu uiteindelijk. Ja, dat zo'n Malen in één keer ontploft is natuurlijk ook echt een gelukkie. Had ik niet aanzien komen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet nog dat hij dat filmpje maakte met Frank Lammers. Dat ik dacht, nou, wie ga je nou ineens zo lopen hypen? Ja. Maar die jongens die doen zeker voorin. Ja, hebben ze gewoon echt fantastische aanval. Maar ja. toch heb ik het nog het idee, ook bij PSV en bij Ajax. Het is nog niet helemaal aan elkaar gevallen. Ze zijn allebei nog steeds zoeken naar de ideale elf. Wel, maar PSV is wel een beetje het cliché is nu weg van dat ze alleen maar... zuinig spelen en dan de laatste minuut nog scoren. Nee, dat is zeker waar. En dat ze gewoon een hele brede selectie hebben nu. Ja, vooral voorin. Dat is niet precies, normaal. Die kunnen wel eventjes mee nog. Zo. Nee, ja, knap. Maar ik heb nog het idee... Lammers is dan nog geblesseerd, hè? Ja, nee, maar en er mist nog iets. Dus Hendricks is weer teruggekomen in de basis... die eigenlijk afgeschreven was toen Gutierrez nog fit was. Maar er mist nog één schakeltje missen nog bij PSV. Ik weet niet precies wat, maar het gaat nog beter worden... en nog beter in elkaar vallen. Ja, maar ze hebben nu al zoveel... Iataren zorgt al voor zoveel veel extra's als je het vergelijkt met vorig jaar. Vorig jaar hadden ze ook echt wat Ricoy boys voorin lopen. Maar hij zorgt ervoor dat zeg maar dat middenveld wat vorig jaar schraal en kaal was met Pereiro op team. Vooral kaal met Hendricks. Ja, dat ook. Maar dat was niet heel lekker. En nu worden die jongens voorin extra eist dat wel dat schakeltje tussen het matige middenveld en een fantastische aanval. Dus Iataren is wel... Nee, maar Iataren is veel compleet. Nee, zeker. Maar hij had toch weg moeten gaan. Maar goed. We dwalen af. Hij kan misschien samen met Siem de Jong iets als aanvallende middenvelders een soort winkeltje beginnen of zo. Ja. Hebben jullie nog één? Fiscalist worden ze. Ja. Maar bij Utrecht heb je ook genoeg aanvallende middenvelders die net niet aan de bak komen, toch? Nou, ze komen. Ja, we hebben enorm veel. Nu trek jij het naar Utrecht. Ja, sorry. Ik vind het wel fijn, maar we hebben inderdaad echt heel erg veel en die puzzel is ook nog niet gemaakt. Nou, nee. Hey, komen en zo op. En jongens, ja. Donjel Malen, 1-1. As van ouds. 8-8. Zo. Sinds? Voor de eerst sinds? Geen idee. Ruud van Nistelrooy. Is dat zo? Ja. Ja. Leuk. Hartstikke leuk. En dat is ook het laatste wat we erover gezegd hebben. We gaan namelijk naar een andere clubje waar het lekker begint te lopen. AZ, die speelde thuis tegen Heracles Amlo 2-0. Tim, professor Slot, die heeft het maar goed voor elkaar, hè? Ja, ik was een beetje sceptisch over Johnny Jansen van Heerenveen en Arne Slot ook. Omdat ik had een interview gelezen in de VI waarin hij al zijn idealen de wereld in slingerde. Maar het valt daar echt wel goed en... Ook daar hebben ze voorin de drie musketeers. Hè. Stengs begon op de bank, want die wilden ze sparen voor Manchester United. Toen viel Goodmundson viel uit en toen kwam Stengs in het veld. En toen ging het in één keer weer lopen. Toen viel de puzzel weer in elkaar, de chemie was er weer. En toen hebben ze Heracles redelijk van het veld af gespeeld. En ik vind het wel erg knap, want ze staan nu 1 punt achter Ajax. En als je ziet wat en PSV. Als je ziet wat die twee geïnvesteerd hebben en wat AZ geïnvesteerd heeft. AZ heeft met Dani de Wit, Abu Ghlal, Jordi Klaas, die was transfervrij... En ze hebben nu die Håkon Evjen uit Noorwegen, geloof ik, hebben ze gehaald. Dat is de recordaankoop van 2,5 miljoen nu. Die hebben we nog niet gezien. Maar het is gewoon met redelijk beperkte middelen. En voorin hebben ze gewoon een paar toptalenten. Gewoon echt complimenten aan AZ hoe ze het doen. Elke week in ADO Stadion. Vorige keer namelijk ook. Maar gewoon ja, geen thuisbasis. Dus het is echt niet heel makkelijk. En nu de eerste grote test. Nou ja, Feyenoord hebben ze overleefd. Nu Manchester United. Pogba in het Cars Dean Stadion. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in ook. En Cyril Dessers zag ik. Ja, ongelukkig. Ik schakelde net in toen hij een enorme kans miste. Heb je nog getwitterd met hem of niet? Nee, ik heb niet getwitterd. Maar dat was wel de enige kans van Heracles om nog iets te doen. Cyril, 10 minuten voor tijd. Die schoof hem natuurlijk voorlangs. Maar Tim heeft een hekel eraan. Maar Corneel, Cyril Dessers, dat is toch een hele aardige voetballer? Nee, het is niet een hele aardige voetballer. Het is een van de aardigste mensen in de eredivisie. Maar echt oprecht
oprecht even de aardigste gasten. Maar ik heb geen, jij doet alsof ik een hekel aan hem heb. Ja, ik heb ook een hekel. Nee, maar ook zo voor praat het seizoen, je altijd over hem namelijk. Nee, maar er zijn veel mensen die ook zelfs bij Utrecht toen hij daar speelde, die zeiden van, ik kan het niet. En, maar toen die vorig seizoen had hij gewoon 1 doelpunt per 104 minuten. Nou, daar ben je spits voor, toch? Dan doe je het goed. Kijk, ja, voetballend mist hij nog wel eens wat. En hij heeft heel veel kansen nodig. Maar hij staat ook op de goede plek om die kans te krijgen. En 1 keer per 104 minuten. Ik vind dat helemaal niet gek. En ik hoop dat hij, nou, niet ten koste van ons, maar wel dat hij gewoon daar lekker gaat draaien. Nou, hij doet het redelijk, toch? Heeft er wel een aantal ja, ja, nee, hij doet het zeker redelijk, ja. Wat zit jij nou, Titus? Nee, ik gun het Cyril ook. En ik ben de eerste die zou zeggen dat hij het goed doet. Nou, misschien niet de eerste, maar als hij het goed doet, dan zal ik het toegeven. Maar ik ben echt nog niet onder indruk van hem. Oké, jongens, wij gaan door. Er is gevlacht en gefloten. Dat betekent dat wij naar buiten op spel gaan. Gijs. Oh, bij mij? Oh ja, ik begin met jou. Het wordt... Het kan verwarrend worden. Het hangt eraf van hoe ik het verhaal vertel. Maar, doe maar de niet verwarrende versie. Nee, oké. Okay. Nou, wij slingeren hier nog wel eens, en met name Tim slingert hier nog wel eens controverse de eten in. En zo geschiedde ook bij Radio Sarajevo. Van onder andere de gelijknamige club FK Sarajevo. Die bracht er namelijk naar buiten dat een van de fans betrapt was in zaken cocaïnehandel. Waarop de harde kern van FK Sarajevo de studio is ingekomen en 2,5 uur de radiomakers gegijzeld hebben. Of ze dat bericht wilden intrekken en goed maken. Dus bij deze, Tim, pas op. Want voor je het weet staat een harde kern hier in de kamer om ons 2,5 uur te gijzelen. Om het bericht komt Cyril in te trekken. Jou gijzelen. Ze hadden dus verteld dat hij in coke handelde. En toen, nee, dat was dus waar. Ja, maar hoe maak je dat goed dan? Van nee, het was poedersuiker of zo? Dat was dus ook een bericht op hun website. En dat bericht moesten ze dus intrekken en rectificeren. Ja, maar hoe rectificeer je dat? Nou ja, als je een pistool op je hoofd hebt, dan ga je wel iets zeggen. Ja, maar je hebt gezegd dat iemand cocaïne gebruikt heeft. Ja. Of daarin handelt. Ja. Hoe maak je dat geloofwaardig? Delete. Ja. Ja. Nee, maar, en of je zegt, sorry, mijn informatie was verkeerd. Ja, dit man heeft niks misdaan. Okay. Maar de harde kern stond dus in de radiostation van FK Sarajevo. Okay, heftig verhaal. Wij gaan op ons woorden letten. Precies. Cornel, Cyril, je bent een wereldnieuwtje. Ja, er was mij gevraagd om een nieuwtje van de afgelopen week wat met voetbal heeft te maken. En ik dacht, dan ga ik wat maten van mij steunen die een prachtig boek hebben geschreven over de allereerste hooligangroep uit Nederland. En dat is de Bunnikside. En dat heet Rebellen van de Bunnikside. En het is een boek, ik heb hem gekregen, gelezen. En ja, het is ziek. Je wordt gewoon... Het is een tijd, zijn jaren 70, jaren 80. Maar wat voor manier ziek? Gewoon wat ze deden. Die gasten die aan de Daalse dijk in Utrecht hadden een soort clubhuis. Er kwamen treinen, die kwamen allemaal langs Utrecht. Maakte niet uit welke club. En zij wisten gewoon, nou, dan komt Feyenoord langs, dan komt AZ langs, dan komen die langs. En er gingen gewoon Molotov cocktails. Dat er een trein brandend station Utrecht. En het grappige is dat je er ergens om moet lachen als je het leest. Omdat je weet van nu gebeurt dat niet meer gelukkig. En aan de andere kant, het is die gasten die het vertellen, die lachen er ook om. Nog steeds. En dat zie ik. Maar het is wel, als je iets over het ontstaan van hooliganisme in Nederland, wat ik blij ben overigens, dat wil ik er wel als disclaimer bij zeggen, dat nu in grote mate verdwenen is. Maar dan moet je echt het boek gaan lezen. Oké, maar als we de promotie dan helemaal compleet maken, wie hebben we gegeven en hoe heet het? Het is Remco Kraak, Danny van der Linden. En Mike Vermeulen. Mike Vermeulen, die heeft het geschreven. En de rebellen van de Bunnikside.nl kun je gewoon bestellen. Okay. Dus die drie gasten worden vanavond nog gearresteerd? Nee, want zij heeft het geschreven. Ah, oké. Okay. Zij heeft het geschreven. Je Mike V. en Peter. Oké, Tim. Serdar Gözbüyük gaat zijn Champions League debuut maken. Ik las het vanochtend. Heb je nog met hem? Ik heb hem geappt. Ik heb hem gefeliciteerd. En hij vroeg hoe het met de podcast ging. Maar hij zei, ik hoorde Dick Jol alweer vorige week allemaal dingen roepen. Ik zei, Serdar, je bent altijd welkom. En dus hij luistert waarschijnlijk ook. Dus ik zei, je bent altijd welkom. Zegt hij, ja, komt goed. Wellicht er zijn er tijd, want hij is bezig met een boek. En van der Meijden heeft hem ook al gebeld. Maar hij komt misschien wel, komt hij een keertje langs bij ons. Okay. Maar hij gaat zijn Champions League debuut maken. En niet het minste, Manchester City tegen Dynamo Zagreb in het Etihad Stadium. Dus dat is leuk, toch? Zeker. We sluiten nog af met een vierde buitenspel, namelijk van onze vriend van de show Michel Dodeman en natuurlijk groot aandeelhouder van Real Murcia. En er is natuurlijk heel veel om de oud-eigenaar van Real Murcia te doen geweest. Die werd het stadion uitgezet bij Roda een x-aantal dagen geleden. En
Voor mij, Gijs, jij hebt contact gehad met Michel. Ik zou per god niet weten wat hij gaat zeggen, maar hij heeft voor ons een bericht achtergelaten. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Ja, vrienden van de derde helft. Even een bericht vanuit Murcia, waar ik op dit moment ben. Ik ga zo naar de wedstrijd en wat veel mensen zich hier afvragen is, hoe gaat het eigenlijk met Mauricio de la Vega, die oud-eigenaar van ons? Het antwoord is, niet zo goed. De geschiedenis herhaalt zich, want net als in Murcia keren de supporters van Roda zich nu tegen hem. De fans willen de la Vega eruit hebben en ze hebben ook een lijst met redenen gemaakt waarom hij zou moeten vertrekken. Daarin staat onder meer dat hij nog geen cent heeft betaald, dat hij ergens in Duitsland dubieuze leningen afsluit uit naam van de club en dat hij heeft geprobeerd om zijn vrouw op papier directeur te maken. Dit weekend waren er grote protestacties bij Roda. De la Vega werd letterlijk het stadion uitgewerkt. De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. De la Vega zal ongetwijfeld met een tegenreactie komen en zijn kant van het verhaal laten horen. De vraag is echter of hij het stadion ooit nog wel binnenkomt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Voor nu, amigos de la prensa, fijne uitzending. Jezus. Nou, dat was onze journalist ter plaatse. Want die op een begrafenis stond, zo te horen. Ja, waarschijnlijk wel. Er kwam geen, er spatte geen vrolijkheid vanaf. Maar wacht, hij is daar nu op een soort, wat voor VIP-trip of zo? Ja, ja, Real Murcia die heeft een tijd geleden, omdat die Garcia de la Vega er zo financiële puin op van heeft gemaakt, hebben ze aandelen uitgegeven voor fans of voor mensen die het leuk vonden om de club er bovenop te helpen. Dus Michel heeft voor €50 geloof ik 4 aandelen gekocht. En 1 keer per jaar regelt Real Murcia dus dan een soort VIP-arrangement voor de mensen die geld in de club hebben gestoken. Maakt dus blijkbaar niet uit hoeveel. En dan krijgen ze een gratis kaartje voor de wedstrijd. Michel moet wel zelfs het ticket betalen. Maar ze wel lachen. En je kan dus ook bij aandeelhoudersvergaderingen zijn en zo. Dus, ja, dat is wel mooi. Ja, het is, maar even serieus. Corneel, heb je die beelden gezien van die eigenaar? Zeker. Wat dat hij eruit werd gezet. Ja. Ja, ja, fantastisch. Ja? Het is toch te bizar? Nee, gewoon. Het is bizar. Het is heel bizar. Aan de andere kant is het ook zo. En het is echt, en dan meen ik uit de grond van mijn hart. Als je supporter bent van een club, een stadionbezoeker, dan wordt er nu zoveel over je rug heen besloten. Mm-hmm. En als jouw club, waar je je leven lang naartoe gaat, en die wordt dan weggegeven. Ik bedoel, degenen die hem aangesteld hebben, zijn ook fout hierin. Hè? Want die hadden kunnen weten wat voor een charlatan het was. Maar dan, die gast, die zit er nog steeds. Die doet en zijn vluchten en zijn dure hotels. Dat doet hij op kosten van de club. Hij laat de hele tering zo kapot gaan. Ja, dan moet hij gewoon weg. En als ik die beelden zie, met alle respect, ik zie niemand slaan. Ik zie hem weggeduwd. De stewards zaten natuurlijk in het complot, want die zijn zo'n gast ook spuugzat. Hij moet gewoon, zo'n gast moet gewoon weg. En ik vind dat die supporters van Roda dat fantastisch hebben aangepakt. Kijk, mooie lofzang. Laten wij weer teruggaan naar onze eigen eredivisie, want we hebben nog heel wat potjes af te werken. We gaan naar Waalwijk, RKC tegen Vitesse werd 1-2. Gijs, even in het kort, hoe was deze wedstrijd? Ja, toen RKC met 1-0 de rust inging, wist ik het al. Die gaan niet winnen. Van de afgelopen 87 keer dat zij met een achterstand de rust ingingen, wonnen ze namelijk niet 1 keer. Dus dat had je niet hoeven te kijken. 2 momentjes, 1 penalty voor RKC. Waarbij Lelieveld rood kreeg, wat een schande was. Dat was namelijk helemaal geen rood. En sowieso vind ik een penalty en rood veel te zwaar, want dat betekent dat hij volgende week ook nog een wedstrijd mist. Ja, maar het is niet alleen veel te zwaar. Het is überhaupt, dit was belachelijk. Nee, het was geen penalty. Het was geen penalty. Dat ook nog niet eens, denk ik hoor. Nee, precies. Maar het penalty en rood vind ik sowieso te zwaar. Vitesse eigenlijk zonder echt goed te spelen waren ze veel beter dan RKC. En je verwacht meer van iemand die gepromoveerd is. Het loopt niet echt lekker. Dan verwacht je op zijn minst mes tussen de tanden en strijd. En niets was minder waar. Dus verloren ze alsnog. Met minder waar in de tweede helft. Met 1-2. De eerste helft was ook slecht. Vitesse kwam op 0-1. Toen trok RKC de stand met die penalty dus gelijk. En als je dan tegen 10 man het niet voor elkaar krijgt, precies, om in eigen huis iets van punten binnen te halen, dan ben je gewoon, dan is het pleit beslecht, dan ben je gedegradeerd. Slechtste start uit de clubhistorie van RKC. Verbaast me niks. Jongens, we gaan ook meteen door. Naar Feyenoord tegen FC Twente werd 5-1. We hebben dit potje net hier gezamenlijk gekeken. Corneel, hoe kan het verschil tussen donderdag en vandaag nou zo groot zijn bij Feyenoord? Ik kan er daar echt geen pijl op trekken. Het is gewoon het is gedoe bij die club. En dat zie je natuurlijk al vaker. Dat als er dan 1 eventjes gaat het lopen. En ze hadden ook wel geluk, hè. Ik bedoel, zo'n goal die de keeper die dan tegen Larsson
zo'n bal. Ja, maar dat was wel de vijfde al, hè? Nee, weet je wel. Maar dus de uitslag is wat dat betreft, die wordt dan heel groot. Ja. En dan lukt ineens alles. Mm-hmm. Ja, ik zie Feyenoord. Nu hebben ze even 3 punten gehaald. Maar ik denk dat ze het toch lastig gaan krijgen dit seizoen. Ja, ik kan wel ongeveer verklaren waar het verschil zo groot is. Want je hebt natuurlijk de afgelopen wedstrijden bij Feyenoord gezien. Als er één ding tegen zit, dan stort het als een kaart thuis in elkaar. Bij ADO kwamen ze 3-0 voor, werd het 3-1. Ja. Werd er meteen paniek. Bij Emmen kwamen ze 2-0 voor, werd het 2-1. Werd er meteen paniek. Bij AZ kwamen ze achter, stort het als een kaart thuis in elkaar. Nu kwamen ze voor, werd het 3-1, 4-1, 5-1. En dan loopt het als een trein. Ja, 1-1. Maar dat bedoelde ik ook een beetje. Precies. Dan krijg je ineens vleugels en dan lukt er van alles. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk alles of niets een beetje. En dat heeft ook te maken met... Ja, gewoon een simpel zelfvertrouwen. Het is allemaal toch nog zo'n mentaal spelletje. Maar het blijkt wel dat als het wel gaat lopen, is gewoon een prima ploeg. Ik zie in Stam niets van een toptrainer. Ik denk dat hij het einde van het jaar niet gaat halen. Als trainer? Nee, ik denk het echt, Gijs. Want ik zag nu een ongelooflijk opgeluchte Jaap Stam die 3 punten heeft gehaald tegen een promovendus. En dan vroegen ze waar hij het meest trots op was. Ja, op het herstellen na de wedstrijd tegen AZ. Jongen, maar dat mag toch? Ja, maar wat moet je dan zeggen? Nee, ik vind dat nog allemaal helemaal kut. Je moet toch gewoon positieve woorden spreken? Wat ik bedoel te zeggen is dat als jij trainer bent van Feyenoord en je verliest met zo'n wedstrijd tegen AZ, mag er al niet tussen zitten, snap je? Het is exact hetzelfde als onder Van Bronckhorst. Zo verschrikkelijk grillig. De ene week is het best wel redelijk en daarna zakt het weer helemaal in elkaar. En ik denk dat ze op een gegeven moment zeggen, Jaap, het spijt me, het gaat niet werken. Ik denk ook dat op een gegeven moment de supporters daar afhaken. Want kijk, Jaap Stam kwam binnen, wat natuurlijk geen Feyenoordman is. Nee. Sterker nog, hij had ook een Ajax verleden. Maar dan toch is het natuurlijk het karakter Jaap Stam, zoals we hem allemaal kennen als speler. Mm-hmm. Dan denk je als Feyenoorder, denk ik, het past wel bij ons, weet je wel. Het is de eentje die even gas geeft waar spelers zeggen. En dan hoor je hem in interviews en dan is hij heel erg redelijk. En zachtaardig, timide. Ja. En dat wil je ook niet zien, weet je wel. Het mag best wel even verkeerd gaan. Dat vind ik ook bij Feyenoord. Maar dan moet hij er wel ook daar vol bovenop zitten. Ja. En dat straalt hij niet uit. En het weer hielp niet mee, maar de Kuip zag er vrij leeg uit. Dus, dat heb ik hier de vorige keer ook gezegd. De afgelopen 3 jaar is de... Weet je wel, vandaag hebben ze gezongen. En dat kwam echt doordat ze doelpunten maakten. Ja. Het gebeurt daar gewoon niet meer. Maar wacht even. Want ik wil het ook nog eventjes hebben... Cornel, met jou misschien wel, gezien jouw haat voor de VAR, over Danny Makkely. Alle ogen waren gericht op hem, want hij floot natuurlijk ook. Nou, ik wil wel wat zeggen. De wedstrijd waarin Berghuis een schoftige overtreding maakte. Ja, dat was die VAR. Ja. Dus ga maar los. Nou ja, Berghuis die scoort de 1-0 toch? Ja. Ja. Nou, en dan gaat die wedstrijd los. En is dat dan niet competitievervalsing ergens, weet je wel? Iedereen is het over eens. Zelfs die gasten, Kamphuis en Makkely achteraf, die hebben ook schoorvoeten toegegeven dat ze fout zaten. Dus hij had vandaag niet mogen spelen. Maar ja, hij kreeg geel. En als je geel krijgt, mag je niet meer geschorst worden. Dus dat is de regel van de KNVB. Regel smegel. Dat is dan een slechte regel, ja, toch? Nee, zeker. 100%. Maar dat is een slechte regel. Daar ben ik mee eens. Dus maar, door de bureaucratie van de KNVB wordt dat eigenlijk competitievervalsing in de hand gewerkt. Ja, maar Stam is toch ook niet in een gespreid bedje terechtgekomen, aangezien Troost een interim technisch directeur is en Koevermans een interim algemeen directeur. Dus het is gewoon helemaal geen basis. Dat betekent niet dat je altijd Botteguin moet opstellen als je Senesi op de bank hebt zitten en die ook nog eens aanvoerder moet maken. Nee, dat is zeker waar, Tim. Maar dat betekent ook dat de structuur rondom het probleem ligt echt niet alleen bij Stam. Volgens mij is het probleem bij Feyenoord is wel echt breder te trekken Er zijn wel tot zo lang ook spelers nog niet fit. Moeten ze op. Er is ook echt geen. Er is inderdaad geen enkele luxe voor hem, want je moet natuurlijk wel een fitte speler op kunnen stellen daarnaast. Ja. Dus de beste optie is die niet fitte speler. Dat is een probleem, maar dat ze niet fit worden. Weet je, daar heeft een trainer toch ook wel iets in. Maar de situatie waarin Feyenoord nu zit, ze hebben absoluut geen behoefte aan een trainer als Jaap Stam. Dus het is inderdaad zijn schuld niet. En wat voor trainer hebben ze dan wel behoefte? Een dik advocaat bijvoorbeeld. Iemand die op de korte termijn alles gewoon kan regelen. Ja. Niet afhankelijk is van. Of zeg maar die het zelf allemaal kan regelen. Onafhankelijk, snap je? Jaap Stam, dat is gewoon een beginnende trainer. Die is niet sterk genoeg om dit Feyenoord uit het moeras te trekken, denk ik. Nou ja, ik wil nog wel een positieve shout-out dan. Als het nog even mag voor jullie. Of moeten we hij heeft een mooi kapsel. Dat zeker. Nee, nou ja. Jurgensen is een van die niet-fitte spelers. En vandaag was Luis Sinisterra in de spits. Genomineerd bij de laatste 40 van de Golden Boy Award. Van de grootste talenten onder 21 jaar. Geen idee waar ze die vandaan hebben gehaald. Maar het geeft hem vleugels. Hij speelde echt leuk. Tegen de boomstammen van Twente achterin was het wel een logische keuze om een bewegelijk spelletje daar neer te zetten. Maar hij deed echt zeer leuk. Hij scoorde 2 keer volgens mij. Dus shout-out naar Luis. Oké, mooi om zo positief te eindigen. En we gaan met in ieder geval voor Cornel iets veel positievers door. Want we gaan naar de wedstrijd van de week. En natuurlijk is dat de wedstrijd van jouw eigen FC Utrecht. Hey, jalla.
Hey, ja. Hey, ja, la, 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 de wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Ja, Cornel. Was het wedstrijd van de week? Jeetje. Heerlijk. Wat was het voor wedstrijd? Jij zat er. Ja, ik zat er. Het was een vrij open wedstrijd. Het was tot de 87e minuut natuurlijk 0-0. Ik denk wel dat FC Utrecht de iets betere kansen had. En dan Willem II. We hadden, op een gegeven moment kwam de rode kaart. Ja. Ik weet niet precies welke minuut. Guevara had de bal. Die speelt de bal te ver voor zich uit. En die maakt een sliding en daarna gooit hij zijn been omhoog op de knie van de tegenstander. En via de VAR werd dan de rode kaart. Terecht van de VAR? Als ik het terug heb gezien, denk ik dat we daar allemaal heel goed mee kunnen leven. En waar we nog beter mee kunnen leven, was dat toen Van der Marel linksback kwam. Want ja, mensen die mij kennen, die weten dat ik dat langer zeg. Van der Marel is onze beste optie op linksback. En dat heeft hij daarna ook echt laten zien. Van der Streek moest eruit. Nou goed, is jammer, maar je moest sowieso meer op de counter spelen. Dus dat je dan Abbas en Kerk laat staan, is niet zo gek, want dan heb je die sneller naar voren. En wat ik tekenend vind voor FC Utrecht, en dat is eigenlijk niet zozeer iets positiefs. Ik vind namelijk dat ze te weinig de voorzet geven of gewoon een keer schieten. Het is vaak net iets te veel breien voor de 16 om een mooie goal te maken. Is dat de hand van der Brom erop? Nee, dat is niet de hand van, dat is onzekerheid. Okay. Zij hebben eigenlijk hetzelfde wat Feyenoord ook heeft. Dat is namelijk als het even tegen zit, zie je dat er een soort van angst in de ploeg kruipt. En dat ze het niet helemaal weten. En wat er nu gebeurde was, we zijn met z'n tienen, 87e minuut. Dus een vrije trap die normaal altijd Maher of weet ik veel wie hem neemt, opzij geeft en dan gaan ze opbouwen. Was nu, hoppakee, in één keer richting 16. Nou, je hebt een van de beste koppers van de Eredivisie, Willem Jansen. Die altijd vrij staat, ik snap die andere clubs niet. Maar, en die kopt hem prachtig in de verre hoek, kopt hij hem in. En dat is precies volgens mij hoe je vanaf minuut 5 moet spelen als Utrecht zijn, hoe we het graag zien. Nou ja, en daarna komt nog eigenlijk hetzelfde soort goal. Dat Troepé, een bal die uit onze eigen 16 valt. Die iedereen denkt, nou ja, die is voor de tegenstander. Ze gaan we even bouwen, billen knijpen. Ik hoop dat het geen 1-1 wordt. En die zet hem op een sprint. En die gaat tot aan de laatste de assist toe. Is die daarbij betrokken. Gewoon puur op werklust. En Kerk maakt een prachtige goal. Over vele schijven gaat hij. En weet je wat het lekkere is? Kijk, je kunt een overwinning is lekker. Maar een ontlading zo op het eind, dat is echt, dan zit je echt met een glimlach in de auto. Dus dat is een heerlijke pot. Uitstekende wedstrijdanalyse. Ja. Weet je wat ik leuk vind aan FC Utrecht? Het lot van de middenmotors in de Eredivisie is dat ze elke zomer eigenlijk geen stap verder kunnen doen. Ze worden altijd afgeroomd, spelers weggekocht, et cetera. Utrecht is een van de weinige clubs die ik me kan herinneren in de afgelopen jaren, die afgelopen zomer echt een niveautje hoger zijn gaan spelen. Jongens die ze hebben binnengehaald, slim jongens verkocht weer, met spelers als Maher die ze hebben binnengehaald, Czerny, Overeem, Ramslaar die ze terug hebben gehaald, waarvan ik me nog afvraag, is die wel nodig daar? Maar stel ze kunnen aankomende zomer hetzelfde doen. Dus stel ze halen Europees voetbal en ze gaan weer een stap zetten, dan kruipt het ook weer richting AZ. En dat vind ik wel echt leuk om te zien. Wie is eigenlijk de speler, denk jij, in de selectie bij FC Utrecht met de meeste potentie? Wie gaat het verst schoppen? Gustafsson. Nee, die 27. Nee, maar ik bedoel, dit is de beste. Nee, degene die het verst gaat schoppen. Ja. Ja, dat zou zomaar Girano Kerk kunnen zijn als die iets steadier wordt. Ik weet dat er heel veel naar hem gekeken wordt door andere clubs. Ik hoop dat hij slim genoeg is om niet bijvoorbeeld in de championship is heel veel belangstelling voor. Maar ik weet niet of hij daar dan nog verder... Daar lopen heel veel churches rond. Hè? Ja, precies. Daar lopen er meer. En ik hoop echt dat hij ooit een stap gaat maken, dat hij bij een club echt wat kan gaan doen. En ja, wie nog? En weet je wie? Ja, Maarten Paas. Die gaat een hele grote keeper worden. Tuurlijk. Ik heb Maarten Paas in mijn Raiola-stal. Dus, ja. Maar even kijken. Jij vindt Gustafsson dus de beste. Dat is de beste speler die wij nu op het veld hebben. En wat is er zo goed aan hem? Hij is... Het is een echt een stadionspeler. Zeg maar dat je, als je op televisie, dan zie je hem die bal aannemen. En dan zie je hem ook af en toe een bal verliezen. Als je in het stadion zit, zie je hem altijd vrij lopen. Je ziet hem... Nou, bijna elke balaanname draait hij meteen weg van de speler en staat vrij. Geeft de bal goed af. Hij heeft een fantastische steekpaas. Echt niet normaal. Hij ziet 3 stappen van tevoren waar een speler vrij staat. Hij is echt, echt van grote klasse. En die penalties zijn alleen wereldklasse. En zijn penalties zijn 100%. Maar hij straalt het alleen niet uit. En dat is moeilijk. Dat was in Utrecht ook echt. Het eerste half jaar heeft hij het moeilijk gehad. Omdat hij niet
zijn emoties laat zien. Hij heeft een gezicht zonder emoties. Mm-hmm. Maar Corneel, wat jij in ieder geval wel uitstraalt, is heel veel clubliefde voor FC Utrecht. Je houdt hier bevlogen verhalen en mooie analytische verslaggeving van de wedstrijd. Je loopt daar volgens mij veel te vaak op de club rond. Je doet al heel veel voor de club. Ze nemen inmiddels zelfs een weerman aan. Moet jij niet een officiële functie gaan bekleden binnen FC Utrecht? Ik vind van wel. Maar ja, ik ga daar helaas niet. Nee, weet je, ik heb als kind gevoetbald, maar ik kon er geen trol van natuurlijk. Dus om nu, op mijn leeftijd, uiteindelijk nog op een loonlijst van een profclub als FC Utrecht te komen, dat is wel een droom. Jij moet gewoon in die catacomben, vlak voordat het veld, moet jij gewoon daar staan. Kom op! Desnoods in een tijgerpak. Ja, sowieso. Maar als ik daar op die loonlijst kom, al is het voor een tientje in de maand, dan zeg ik ja. Stadionspeaker zou ultiem zijn voor jou, hè, met die stem. Ja, maar we hebben een hele leuke man die stadionspeaker is. En ik ga dat. Ja, weet je wat het is? Je hebt zeg maar vandaag ook weer, zeggen ze, die man die komt. Best allemaal, willen jullie alsjeblieft geen spullen op het veld gaan gooien? Dat is terecht, want je moet geen spullen op het veld. Maar ik zit toch wel zoveel in de wedstrijd. Zeg maar, ik zou als stadionspeaker ook die microfoon aanzetten. Dat scheelt! Dat lijkt mij lastig. Ja, maar dat lijkt me juist geweldig, omdat de stadionspeaker scheidt. Ja, weet je wel, gewoon over alles. Een wissel lijkt me heel lekker of zo om te doen. Weet je, dan kun je nog een beetje, of een goal. Maar als je dan ook die officiële mededelingen, ja, het zou wel een eer zijn. Ja, ik zou het wel heel graag voor in ieder geval één dagje willen horen. Ja, zeker. Mag ik nog even inbreken? Ja. Want Dalmau was er niet bij. Ja. En ik zal het heel kort houden. Want ja, ik ben benieuwd. Dat heb je een beetje geteased net. Het is namelijk een lookalike gedeeld. Ja. Hij is teleurgesteld. Hij dacht dat het wat leukers was. Het was namelijk, Dalmau heeft een lange nek. Dus daar kan in gebeten worden door vampieren. Want het is namelijk niet Dalmau, maar het is Kirsten Stewart uit Twilight, is het? Of het is? Gijs gaat Kirsten helemaal Stewart. Stuk. Oh, is een chick. Holy. Laten ze. Oké, nou, dit moeten onze luisteraars maar op Instagram, Twitter en Facebook bekijken. Ik denk dat je naar de 900 volgers gaat. Het is trouwens niet mijn suggestie. Hij komt van Monster Marianne. Even shout-out. Monster Marianne op Twitter hebben we hem gekregen. Okay. Monster Marianne voor Heracles toevallig. Dat is nog een beetje oud zeer. Wie weet. Jongens, wij gaan door. Oh Tim, we blijven zelfs bij jou. Want Jezus. We gaan naar jouw weetje. Ik heb een weetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la 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 la. Ik zat AZ Heracles te kijken toen jullie Feyenoord aan het kijken waren. En toen hoorde ik Leo Driessen. Ik gaf daar commentaar. Corneel's favoriete commentator. Hij zegt fantastisch. En daar gaat mijn weetje ook over. Want Leo Driessen, misschien wisten jullie het al, maar misschien ook niet. Heeft namelijk de teksten geschreven voor het nummer van Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Jullie niet onbekend? Nee. Wel, niet onbekend. Nee, okay, ja. Ja, dus hij is ook tekstschrijver. En ook bijvoorbeeld voor Guus Meeuwis heeft hij teksten geschreven. Saskia en Serge, die ik niet ken, maar dat stond op Wikipedia. En Karin Bloemen. Dus Leo is naast begenadigd commentator ook tekstschrijver voor foute zangers. Echt waar? Ja. Wist je dit, Corneel? Ik, het verbaast me niets. Maar wist je het? Nee, ik wist het niet. Maar de meeste dromen zijn bedrog. Je hoort Leo, hè? Ik bedoel, ik ben geen Marco Borsato fan. Dat is maar als je zijn allerslechtste nummer moet kiezen. Als je zijn allerslechtste nummer moet kiezen. Dan is het toch wel de meeste dromen zijn bedrog. Dus verbaast het me niet als Leo Driessen iets uit het oeuvre van Borsato heeft geschreven, dan had ik wel meteen dat nummer gekozen. What the fuck is that? Never heard about this. Oké, zeer interessant. Weet je wat wij niet wilden weten? Ik wil even in vogelvlucht nog even door de laatste drie potjes heen gaan. Dus Tim, om bij jou te beginnen. Tim, wat is het? Fortuna zit er tegen Sparta Rotterdam. 0-0. 0-0. Het begon met een mooi en emotioneel afscheid van Fernando Rixen. En daarna was er een verschrikkelijk dieptepunt, namelijk Voetbal International Mafia. Een nieuwe soort maffia, want Gijs heeft bij de Raiola's allemaal spelers van Sparta. Ze speelden verschrikkelijk. De trainer, Henk Vrezer, heeft gezegd van niemand heeft zijn niveau gehaald. Wat denk je? Tim Koremans krijgt een 7 en Brian Smeets een 6,5. Ik vind het echt VI-mafia. VI-mafia. We hebben heel veel maffia's inmiddels in deze show. Maar oké. Dat was het. Dat was het, dankjewel. Gijs, VVV tegen Heerenveen 0-3. 0-3. Heerenveen ongelooflijk in het zadel geholpen door VVV. Met dank aan keeper Kiesbaum. Nog één keer, jongens. En het verdedigen. Nou, en bouw alleen op als je het kan. We hebben het vaak genoeg gezegd. Het is een Nederlandse ziekte. Alle 18 clubs willen vanuit achter opbouwen.
doe het alleen als je het kunt. VVV was vorig jaar onder Maurice Stijn zo'n Engelse ploeg. Die wist wat ze konden. En ook zeker wist wat ze niet konden. Daardoor presteerden ze goed. Houd ermee op. Nog één ding. Het leven van een coach is wel heel makkelijk gemaakt. Ik zat namelijk naar die banken te kijken. Daar zitten gewoon 24 spelers op. Vroeger mochten er 7 mee. Mm-hmm. Dan moest je dus echt als coach nadenken van, hey, als de wedstrijd zo loopt, neem ik die mee, want dan kan ik hem inbrengen. En nu neem je 24 mensen mee. Je kan alles doen wat je wil qua wisselen. Dus het leven van de coach is te makkelijk. En als derde keeper van Heerenveen naar Venlo, dan zou je toch denken, jongens, ik blijf lekker thuis. Ja, om fiscale zaken te doen misschien. Nee, ja, precies. Maar kom op, terug naar 7 mensen op de bank. Lekker overzichtelijk. En een beetje die coaches laten nadenken en prikkelen. Oké. Dat was het. Yeah. Klaar. FC Emmen ADO Den Haag werd 3-0. Die heeft Corneel gekeken. Ja, die heb ik avond. Nee, die heb ik zeker gekeken. Ja, weet je, ik had een discussie met iemand op Twitter van die is heel erg voor Essen. Nee, heel vriendelijk, heel vriendelijk. Een jongen die is heel erg voor Emmen en die zei na de wedstrijd van, ik hoor alleen maar dat ADO zo slecht was en niemand heeft het over Emmen. En daar had hij enerzijds ongelijk in, want ADO was verschrikkelijk slecht. Maar aan de andere kant vind ik Emmen echt een leuk elftal hebben. Met echt leuke spelers. Je hebt Chacon, ben ik heel erg van gecharmeerd. Je hebt, hoe heet die, Slagveer. Die nu ook weer een hele mooie goal. Maar en wat ik, nummer 11, Laursen. Yes! Hij speelde niet mee. Nee, en Jans ook niet. Maar hè? Ik heb de allereerste wedstrijd Emmen-Groningen heb ik van de Eredivisie heb ik in het stadion van Emmen live gezien. En die Laurens, joh, dat is Ødegaard. Is het wij bijna. Noemen hem de Gareth Bale van de Eredivisie. De Gareth Bale van, nou mag, maar ik vind hem meer een Ødegaard. Hij is iets groter, hè? Maar hij is heel handig. Echt, het is echt een fantastische speler. Ze hebben daar echt een leuke selectie en ze spelen leuk voetbal. Weet je wel, ze zijn niet bang om te verliezen. En daardoor pakken ze punten. Een shout-out naar de keeper, hè, met de assist. Zo. Telgekamp. Zo. Heerlijk. Wat niet, dat vind ik wel niet de beste keeper. Nee, die is ook van verschrikkelijk. De nou, verschrikkelijk is het, maar dat deed hij goed. Hij is wel beter dan Dessers. In keeper. Hey, jongens, dat waren de wedstrijden voor deze week. We gaan nog even naar ons laatste rubriekje. Dat is Fantalk, waar we even wat hele willekeurige vragen van luisteraars gaan bespreken. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom? dat was het. Luzinho, die vraagt aan Corneel. Oh. Wat is de vraag op het antwoord 42? Ze mogen alles insturen wat ze willen. En dit is wat is de vraag op het antwoord 42? Dus het antwoord is 42. Wat voor vraag hoort daarbij? Wanneer was de Tweede Wereldoorlog pas 2 jaar bezig? Netjes. Wat hebben we hier nog 2 jaar. Eens even kijken. Talentenlink die vraagt. Of hoe je dat ook. Ik weet niet of ik de klemtoon nu goed leg. Wil weten of je liever juicht voor Ajax of 2 vrijkaarten weggeeft voor jouw cabaret show aan hem. Ikke. Ja. Ja, ik speel op dit moment niet. Dus sowieso, sowieso die laatste. Maar, er komen 2 kaarten niet jouw kant op. Het is allebei heel hypothetisch. Want er is nu geen show en ik juich niet voor Ajax. Oké, nou duidelijk. Taal. Ja, sorry. Gijs, Mart de Koning wil weten hoe het met Frankie Light gaat. Ja, Frankie Light is Jerry Schouten. Ik ben hem een beetje uit het oog verloren, helaas. Maar ik ben toch op de website van Bologna terechtgekomen. En mijn Italiaans is niet best, dus ik moest Google Translate gebruiken. Waarop te lezen was dat Jerry Schouten op 17 juli geblesseerd is geraakt. 3 tot 4 weken uitgeschakeld was. En toen wilde ik even naar zijn players bio, zoals je die op de website hebt. Maar wie ik daar tegenkwam toen ik op Squadra klikte, was pontificaal de armen over elkaar geslagen. Het gezicht van Bologna, Mitchell Dijks. Il Tractor staat daar bovenaan en vooraan de selectie. Maar goed, hij heeft nog geen minuten gemaakt in het eerste van Bologna. Als ik mijn Italiaans dus mij niet achterwege laat. Gaat niet top, maar hij komt uiteindelijk bij Real Madrid. Ik zie hier nu een hele leuke vraag binnenkomen van Marijn. Die zegt, in FIFA 2000 had je de mogelijkheid om een UFO boven het veld te laten vliegen. Hiermee werden willekeurige spelers ontvoerd, waardoor ze niet meer aan de wedstrijd konden deelnemen. Mijn vraag aan jullie en in speciaal aan Corneel Evers. Welke irritante speler van de Eredivisie zouden jullie graag laten opstralen door een UFO? Michiel Kramer. Wat is die? Berghuis. Ja? Feyenoord. Ja. Wie jij dan? Te Wierik. Ja? Jij, Titus? Nou, ik... doe nou eens mee. Ik zo rustig, ouwe. Jezus. Doe, zeg nou eens wat, man. Ja, ik ga jullie nog bozer maken. Messi, zegt hij. Willem Jansen? Nee, jongens.
Yes. Echt, echt. Ja, maar we waren net voetbal aan kijken en toen hadden we dat Snijboon ook een grote hekel aan hem heeft. En ja. ik zei toen nog zachtjes op de achtergrond. Ik ben blij dat hij niet bij is. Maar... Ja, precies. En ik zei zachtjes, ja, ik kan me daar wel in vinden. Nee, maar ik vind hem eigenlijk ook voor de camera en ook op het veld een hele irritante uitstraling hebben. En vaak als ik daar naar zit te kijken, denk ik, laat die UFO maar boven komen. Maar is het de zachte G of wat is het? Nee, het is gewoon zijn kop. Hey, en trainers, simpele... als we een trainer mogen wegstralen, eentje. Uit de Eredivisie. Ja, dan ga je Van Bommel zeggen? Nee. Je moet er toch over nagedacht hebben, anders stel je deze vraag niet. Ja, dat vind ik ook een beetje makkelijk. Oh, oké, sorry. Dus laten we hem misschien bewaren voor volgende keer. Marijn, stuur die vraag opnieuw in, maar dan maar trainers. Oké, nou dan zit het er al op. Corneel, dank dat je er was. Hartstikke leuk. Vond je het zelf leuk? Ja, ik vond het, maar ik zit er wel. Dan krijg ik vragen over 42 gedoe. Dan krijg jij een vraag en dan heb jij gewoon van alles voorbereid. Het voelt een beetje als vals spelen. Ja, zeker waar. Ja. Maar jij hebt gestudeerd om te improviseren, toch? Ja, nee, dat klopt. Daar zit ik op. Maar ik vond het wel jammer dat je tijdens mijn analyse van Emmen niet nog even op dat fluitje hebt gedrukt. Want dat was natuurlijk ook fantastisch. Ah, ja. Dat iedereen zo boos werd op die supporter die natuurlijk gewoon een geintje uithaalt. Ja. Wat natuurlijk fantastisch is dat het lukt. Hè? Dat is toch dat is hartstikke leuk. En voor de rest, 3 punten vandaag. Ik denk, volgende keer week staat Van der Marel in de basis. Dus, op linksback of wat? Op linksback, zeker. Mijn dag kan niet stuk. Dus het wordt hartstikke leuk. Nou, mooi. Hartstikke bedankt. En volgende week zit hier Expeditie Robinson Survivor en vader Danny Vroger. René Vroger dus. De vader van Danny. Nee. Oh. Nee, gewoon nee. Oh, hij zit er. Dus tot volgende week. Dan zijn we er weer op zondagavond heel laat. Of voor de meesten op maandagochtend vroeg. Jongens, slaap lekker.